Als je aan Philip en Jeffrey de keuze laat om elk een dreamcar te kiezen om tegen elkaar op de snelste ronde te rijden op het circuit van Zolder, mag je iets waanzinnig snel en ongewoons verwachten. Aangezien de beide wagens niet zomaar op elke hoek van de straat te vinden zijn, zocht Fleet TV bij kijkers en fans wie een wagen ter beschikking kon stellen. Prachtig weer, hè, Jeff? Jongen, hier gaan toptijden gereden worden. En ik heb een machine mee, jongen. Ben benieuwd. Hé, dat is een beest, hè? Mooi, mooi. En waar is uw kijker? Mijn kijker, dat is een fan. En die wenst anoniem te blijven. Schoonmachine. Hier is mijn klant. Dag Femke. Alles goed? Mwah. Ja. Hey, Jeff. Ah, jullie kennen elkaar. Ja, zeker. Wauw. Well, voilà. Dat is mijn machine, Jeff. Amai, dat gaat spannend worden. Jeffrey koos voor een heel aparte machine, de Dodge Viper ACR Extreme. Femke Herreigers was zo vriendelijk om haar auto uit te lenen aan Philip, een Porsche 911 GT2 RS. Een rijdend conflict tussen twee totaal verschillende stijlen, al is er ook één ding dat hen verbindt, een onweerstaanbare drang naar snelheid. Als de grootte van de strijkplank ertoe doet, zou dit duel moeten uitdraaien op een afgetekende overwinning voor de Viper. De gigantische achterspoiler is broodnodig om de Viper aan de grond te houden en zorgt voor 1 ton aan downforce bij een snelheid van 285 km per uur. Daarnaast krijgt hij ook een Extreme Aero Package mee. Daarmee moet het boeltje aan zo'n rotvaart min of meer bestuurbaar blijven. Het uiterlijk machtsvertoon van de Amerikaan staat in schril contrast met de finesse van de GT2 RS, hoewel die desgewenst nog kan doorbuffelen tot 340 km per uur. Lucht inlaten op de achterspoiler, luchtgaten uit koolstofvezel en de naar asfalt happende voorvleugel maken echter al gauw duidelijk dat de Porsche niet bepaald naar hier gekomen is om tweede viool te spelen. V10 atmosferisch 654 pk. Flat 6, biturbo, 700 pk. 8,4 liter, 813 newtonmeter. Ah, ik wist niet dat jij een vrachtwagenrijwijs had. Goed gerief, zolang dat rechtdoor is tenminste. Met een vrachtwagenkoppel dat uitsluitend over de achterwielen wordt uitgesmeerd, dwingen deze twee raketten spontaan ontzag af. Ook de cockpits intrigeren, al is het vooral de gapende generatiekloof die opvalt. Ondanks het veiligheidsharnas, de rolkooi en de kuipzetels oogt de Duitser veel minder spartaans dan zijn Amerikaanse concurrent. Ook de onbehouwen bediening van de manuele transmissie tegenover de hoogtechnologische PDK7-bak toont de verschillende uitgangsposities. Tossen om te vertrekken? Tossen, met u, kinder. Ja, je hebt gelijk. Ik win toch altijd. Brutaal spektakel, zo kan je deze Viper ACX Extreme nog het best samenvatten. Maar dat maakt hem daarom niet onbestuurbaar. Ja, oerkracht van de V10 komt binnen als een uppercut. De spurt van 0 naar 100 is voor bijna 3,5 tellen. In amper 11 seconden staat de Viper al aan het dubbelen. Wat een raket. Hij is extreem, zoals zijn naam al deed vermoeden, maar ook verrassend precies. De bronstige Amerikaan luistert zowaar naar de commando's van de snedige voortrein. Daarbij geholpen door een stel kleverige competitierubbers. Ook de Aero Kit doet zijn duit in het zakje, waardoor dit serpent opvallend behendig over een circuit weet te slalommen. Hij blijft weliswaar venijnig bij elke acceleratie, maar zijn gif smaakt overal naar meer. Amai, nieuwe rondetijd. Dat wordt moeilijk, Philip. Moeilijk gaat doen, hè. Succes. Met een handicap van 4 cilinders en een gehalveerde longinhoud lijkt het alsof de 911 GT2 RS boven zijn gewicht kan.
Maar dat is buiten de chronos gerekend. In 2,7 seconden van 0 naar 100, in 5,8 seconden naar 160 en slechts 8,3 tellen om de 200 km per uur aan te tikken. Het zijn cijfers waar de Viper alleen maar van kan dromen. De Flat 6 B-Turbo van de 911 staat op technisch vlak lichtjaren verder dan de antieke V10. Op de legendarische Nürburgring gaf hij zelfs de 918 Spider het nakijken. Ondanks briesende turbo's, schreeuwende mechaniek en naar grip grabbelende Michelin Cup rubbers blijft de 911 gaan als een speer, waardoor de piloot per definitie de zwakste schakel is. Tenzij... Amai, dat is snel. Mia, wat had ik? Dat zeg ik niet. Hallo Femke. Wel Femke, geloof het of niet, maar ik heb echt alles gegeven in speelgoed. Ik heb het gezien, je bent alles, echt goed bezig. Maar absoluut. Ik wil je echt niet teleurstellen. Hè? Nee, maar je bent echt goed bezig, Filip. Absoluut, echt maar, waar. Meen je dat? Ja, absoluut, was top. Serieus? Echt waar, je bent goed bezig. Na 15 jaar en het testen van meer dan 150 Dreamcars sla ik er eindelijk in sneller te zijn dan Jeffrey van Hooydonk.